Goedemorgen. Nou, we gaan weer op pad. De zon is net even weg. Het is bewolkt. Hier en daar een paar spetters. Maar we gaan het gewoon proberen. En we gaan daar aan iemand anders even vragen waar we naartoe gaan. Want anders denken jullie dat ik iedere keer alleen weg ben. En dat is zeker niet het geval. Dus loop maar eens even mee. Nou, daar gaan we weer. Lekker klaar voor vertrek. Naar de mooie Hoge Veluwe. Plek waar wij wel heel erg graag komen. En nou ja, zoals je nu hoort, Puk heeft er ook zin in. Jullie willen ook graag mee, hè Pukkie? Maar we gaan naar een oud vertrouwd plekje. We gaan naar Otterlo, naar camping De Damakker. En daar staan we eigenlijk altijd zo omstreeks jouw verjaardag, die morgen is. En we hebben er 2 jaar niet gestaan. Eerst 2 jaar geleden brak jij je enkel, vlak voor vertrek. En vorig jaar was die al volgeboekt. Dus ik heb nu echt in januari heb ik al gelijk weer geboekt. En staan we op ons eigen favoriete plekje. Dus we gaan daar weer eens kijken. Oké. Pukkie. Kijk, op het moment dat de hond de camper in gaat, dan wordt hij zenuwachtig. Dan wil hij weg. Ja. Hey, gek beest. Nou, we gaan op pad. We gaan eens kijken of we er vandaag nog komen. Denk het wel. Nou, tot zo. Doei. Doei. Zo, even een tussenstopje. Ja, met een ouderwetse kopje koffie met een fluitketel. Nou ja. Dan natuurlijk de Zanzeo of de Nespresso. En dat gaat natuurlijk onderweg niet. Doen we lekker gezellig ouderwetse fluitketeltje aan. Ja. Roeren. Wat krijg ik nog bij? Ik heb zo'n vermoeden. Lekker krentenbolletje. Nou, we staan op ons plek. We kwamen hier aan met een stevige hoosbui. Flink wat hagel. Het veld is natuurlijk drijfnat. Dus de boer zei, probeer het maar. Ja, dan zie je altijd een meter van tevoren staan we nou weer stil. Maar we staan nu, hij heeft de trekker gehaald. We zijn een meter naar voren getrokken en we staan. Ja. Poten uit, hydraulische poten uitgetrokken en... uitgezet. Nou, en nou maar lekker aan de koffie. De welkomstkoffie. Met iets lekkers erbij.
En deze had als goed is gefilmd, hè? Ja, ik heb gefilmd dat de boer met zijn trekker kwam. En ja, ik weet niet wat wij daarmee hebben, maar 3 weken geleden hadden we zelfs wel op een andere camping. Ja, dan moesten we ook met de trekker eruit getrokken worden. Dus ja, dat denk de vraag ook wel, is natuurlijk hoe we de zondag weer uitkomen. Maar dat gaat goed komen, zei de boer. Dus... Nou ja, dat is denk ik een beetje het nadeel van een zware camper. Hè? Dat, ja. Ja, dan moet het al een stevige ondergrond zijn, want anders ben je zo weg. Maar goed, de boer die had een goed idee. Hij zegt van, als jullie weg moeten, dan... ja, ik kan nou een beetje slecht zien natuurlijk door de regen. Maar daar in de verte staan een paar boompjes. Hij zegt van, we trekken gewoon even 1 boom uit de grond. En dan kunnen we daar mooi doorheen. En ik zeg, nou, we laten ons verrassen. We zien het vanzelf. Dus we kijken wel. Ja, en als het daar droog is, moet je buiten even de schade filmen. Want je kan op het hele campingterrein zien waar wij gereden hebben. Ja. Het is echt heel erg. Maar ja, ik denk dat dit vandaag nog wel vaker gaat gebeuren. Of van het weekend, als er meer mensen komen. Ja, we kunnen niet zeggen dat wij het niet geweest zijn, want het is gewoon volgens spoor. Ja. Maar goed, we zitten lekker aan de koffie. De kachel staat aan. Het is lekker 20 graden hier binnen. Dadelijk laten we de dingetjes even uitpakken. Ja. Nou, dus, en dan, nee, dat komt goed. Oké, nou. Doei. We kijken daar wel weer wat we gaan doen. Doei doei. Doei. Ja, het is nog steeds erg nat. Vandaag toevallig een beetje zon. Maar het sopt hier aan alle kanten. Dus ja, je kan eigenlijk niet zelf met je auto of camper op het terrein. Maar ja, de eigenaar van de camping is niet voor 1 gat te vangen. Dus die doet het op deze manier. En zij gaat er dadelijk mooi door. En hij hoeft denk ik niet bang te zijn dat hij vast komt te zitten. Kijk, ondanks de regen gaan wij gewoon lekker barbecuen met onze kardak. Kijk, het begint al wat te worden. Hoppakee. Hey, deze heb je al honger? Nou, gewoon lekkere trek, hè? Lekkere trek? Ja. Oké. Goed gefietst vandaag. Doe rustig aan, hè? Gewoon een klein stukje stokbrood en een slaatje of een salade. En voor de rest niet altijd spannend, hè? Nee. Oké. Maar vertel, wat hadden we vandaag gedaan? Nou, we hebben wederom heel erg geboft met het weer. We zijn vanmiddag nog lekker gaan fietsen. Ja, weer over het Nationaal Park, de Hoge Veluwe, een mooie route gedaan. En, wacht, ik zet even, ja, praat me door, ja, maar ik doe was, even het gas op minder. We lekker genieten. Weer een mooi aantal kilometers erbij. En ik echt super blij met mijn extra turbostand op mijn fiets. Ja. Want anders kon ik deze tochtjes niet maken. Nou, mooi toch? Daar hebben we ook voor gekocht, hè? Ja. Okay. Nou, en nu, het is gewoon, wij zijn echt van het kamperen, hè. Gewoon lekker je trui aan. Een paar... Oei. Dikke sokken in je kroksen. Over je enkels heen die sokken. En dan camping life goes on. Nou, de hond zit hier te kijken. Onze Puk. Van, krijg ik ook barbecue? Nee, je krijgt geen barbecue. Kijk, die... Nee, blijf maar mooi binnen jij. Hè? Goed zo. Nou, die vindt het op zich wel leuk op de fiets, maar... Als even niet hoeft, dan liever niet. Maar ze heeft het goed gedaan, dus... piep, piep, piep. Nou, lekker binnen blijf jij. Dan gaan wij zo eens eventjes eten. Nou, goeie avond. De camper staat wel achter slot en grendel. Leuke vakantie gehad in Otterlo. Regen, heel veel regen, hagel, zon. Nou, alles wat je wel kon bedenken. En vooral veel modder. Maar... We hebben toch ons eigen goed vermaakt. Dus bedankt voor het kijken. Vind je het leuk? Abonneer je heel even. Of geef even een duimpje omhoog. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer. Doei doei!